Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een gloednieuwe video. En deze week heb ik twee hele vrede games binnengekregen. En vandaag gaan we de allereerste checken. De volgende zie je morgen. Ik ga nog niet zeggen welke game dat is, maar het is een toppetje. Laten we het daarop houden. Vandaag Project Cars 3. En Project Cars 3 is toch een beetje een gekke titel wat dat betreft. Ik ben een groot fan van de Project Cars serie. Altijd heel erg tof gevonden. Project Cars 2 vooral heel erg veel gespeeld. Zeker ook in virtual reality. Wat ik zei, een van mijn favoriete racing games. Naast GT Sport en Formule 1 2020. Nu werd een paar maanden geleden, denk ik, Project Cars 3 aangekondigd via een controversiële trailer, kunnen we wel zeggen. In ieder geval een controversiële trailer voor de fans van Project Cars. Want waar leek het in één keer op? Het leek erop alsof ze Project Cars in één keer compleet hadden veranderd van een meer sim-achtige racer naar een wat meer open wereld slash Need for Speed racer. En dat was toch wel echt heel erg schrikken. Zeker ook voor spelers zoals ik, want ik ben daar absoluut niet van. Ik hou er niet van. Ik ben er geen fan van. Wegwezen met die shit. Daar is al genoeg van te vinden. Nu heb ik vandaag de preview versie hier op mijn computer staan. Ik ben er al redelijk wat mee aan de slag gegaan. En ik heb nu één race die ik jullie mag gaan laten zien. Dat is op Silverstone in de McLaren 720S GT3. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Dit is een eerste blik op Project Cars 3. Ik heb de race al gereden. Ik neem dit daarna op. Maar het was een race waarbij ik heel erg veel aan het struggelen was. Dus je ziet me heel erg moeilijk praten alsof ik moet poepen. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Kijk hier naar Project Cars 3 op Silverstone. Oké, dan starten we. Je moet eerst opschakelen, want anders start je neutraal. En dat kost je gewoon heel erg veel tijd. De AI is best wel pittig en ook mokertje agressief. Ik heb het echt omlaag moeten stellen, want de game werd voor mij bijna onspeelbaar, waarbij ik echt elke race van de baan gebruikt werd. Echt insane. Project Cars heeft een gloednieuwe smoelweg gekregen, kunnen we wel zeggen. Ik weet nog niet zo goed wat ik er van moet vinden. Ik schrok in eerste instantie heel erg. Kijk, daar werd ik dus gebruikt van achteren. En wanneer ze eenmaal in je achterkant zitten, dan sturen ze ook niet meer eruit. Ik denk dat dat nog wel gefixt gaat worden bij de release. Dat moet echt wel. Want wat ik al zei, voor mij was het in vele gevallen echt onspeelbaar. Ik heb zoveel races opnieuw moeten doen om wat voor reden dan ook ik elke keer de race moest restarten omdat ik af werd gebeukt door de tegenpartij. En het maakt niet uit welke lijn je nam. Ze zoeken heel snel contact met je. Ik probeer wel heel even op te letten, want wat ik al zei, deze auto is best tricky om te besturen. We hebben hier een goede exit. Dat is mooi. 5 rondjes Silverstone dus. Hopelijk wordt het dit weekend iets spannender. Tijdens de Formule 1 dan, hè. Het is wel hard werken hier, hoor. Het geluid van die auto's is wel altijd top gedaan bij Project Cars. En ook de feeling van de auto's steekt heel erg goed in elkaar. En dat komt voornamelijk doordat ze het wegdek zo ontzettend goed weten te simuleren. Je voelt echt elke hobbel, zeker wanneer er bijvoorbeeld ook regen is. Je voelt elke plas. En dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Het enige waar ze nog kunnen verbeteren, zeker in vergelijking met de games zoals GT Sport bijvoorbeeld, is dat je ook echt het verschil in gewicht voelt. Het momentum voelt verschuiven in de auto. Dat mis ik hier nog een beetje. Maar dat was bij Project Cars 2 ook al zo.
En Project Cars, voor de mensen die niet heel erg bekend zijn met de serie, het is een, ja, een soort van casual sim die een beetje tussen de wat moeilijkere sims zit en bijvoorbeeld een GT Sport of een Forza Motorsport. Je zit daar net tussenin. We zijn lekker bezig. Deze is zeker niet flat out. Kijk, dat bedoel ik. Ik word nu geraakt door die auto en hij laat maar niet los. Hij laat maar niet los. Kijk, en deze buik ook recht achter op je, terwijl er gewoon links en rechts ruimte was. En ik heb dus de agressie echt al heel veel lager gezet, hè, om überhaupt te kunnen spelen. Want je ziet het hier nu een paar keer bijna misgaan. Nou, wanneer je de agressie van de AI normaal hebt staan, dan is het elke race huilen. Elke race. En gewoon tot op het bot frustrerend. Ze weten gewoon niet waar je bent op het circuit. Dit is nu wel echt een serieus circuit natuurlijk, Silverstone. Ik moet zeggen, er zitten tegenwoordig in Project Cars. Er zitten ook echt heel erg veel circuits die je eerder doen denken aan een Forza Horizon of een Need for Speed. En dat is zo verschrikkelijk zonde. Dat is zo verschrikkelijk zonde. Dat is in ieder geval niet wat ik zoek in deze game. Daar bestaan er al genoeg van namelijk. En Project Cars is een van de weinigen die ook op console echt een goede raceervaring weten bieden. Snap ik niet waarom ze daar niet mee door zijn gegaan. Gaan we nog door kunnen stoten naar het podium? We staan op P4. Oh, die moest ik iets eerder opschakelen. Deze hebben we nog niet goed weten te nemen, dus... Kijk, dat bedoel ik. Ik neem hem niet goed. Verlies daardoor gewoon ontzettend veel. Terugvallen naar P6. Hier heb ik elke keer een veel betere exit dan de AI. Nu hier binnenkant houden. De vierde plek weer gewonnen, althans. Beetje ellebogenwerk. Zij aan zij. Ene laatste ronde. Oh. Oké, goede exit. Deze moeten we hebben. Zo. Ik weet niet wat er daarmee ging, maar... Oké, dit gaat me heel veel posities kosten. En het podium is denk ik daardoor uit zicht. Het lijkt wel alsof ik veel meer onderstuur heb dan de AI. Kijk, dan krijg ik weer een beuk.
En je ziet gewoon bepaalde sectoren hier in deze race zijn ze veel langzamer dan ik. Deze dus. En andere reizen mij weer helemaal aan gort. Oef, het is wel werken hoor. Oké, dat had ik niet moeten doen. Dat is een beetje dirty driving. Well done, that's second place. Time to catch up with the leader. Oh, hoe kan die hier nou zo stilstaan in de bocht? Die gast. Ongelooflijk. Het is een beetje vreemd hoe de AI hier af en toe reageert. Lijkt af en toe in één keer stil te staan in een bocht. Waar dat helemaal niet nodig is. Oké, we komen nu iets beter eruit. Dat is zonde. We hadden echt veel meer momentum. Maar veel meer momentum, maar geen ruimte. Het zal spannend worden richting start-finish. Nee, 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 nee. Oh, yes. Zo, dat was me wel een race hoor. Maar zoals je ziet, ze raken elke keer hier aan de achterkant. En dan, zodra je dus een bocht ingaat. En de bocht gaat naar links bijvoorbeeld. Jij ligt hiervoor. En je moet wel sturen, want je zit op de buitenste lijn. Maar stuur je niet, dan ga je gewoon over de curbs en dergelijke. Dus je stuurt al in. En zodra die AI contact met je maakt hierachter, waar je dus al heel gevoelig bent. Zodra die hier contact maakt, stuurt hij niet meer uit. Hij gaat geen gas losgeven, hij laat niet het gas los. Hij gaat niet extra gas bijgeven, hij gaat er niet uitsturen. Hij gaat er ook niet verder insturen, hij blijft gewoon in vast. En daardoor crash je zo verschrikkelijk vaak. Dat echt elke race ben ik zeker 3-4 keer gecrashed. Het is niet te doen. Het is echt niet te doen. Het is onspeelbaar. En ik heb nu dus de agressie echt op het allerlaagst gezet. Hè? Dus er gebeurde hier ook niet veel in deze wedstrijd. Maar je ziet, af en toe zitten ze daar erin. En ze komen gewoon niet meer eruit. En één keer spinnen. En je bent gezien wat dat betreft. Nou ja, dit was Project Cars 3, jongens. Ja. Hele gemengde gevoelens over deze game. Dit is natuurlijk een preview versie. Je kan dit niet zien als een volwaardige release nog. Er zitten bugs in. De AI waar ik het net over had, dat gaat zeker nog gefixt worden. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij de release van de game erin blijft zitten. Alleen het is nu wel behoorlijk frustrerend op dit moment. De feel van de auto's is goed. Niet perfect, maar goed. Zeer vergelijkbaar met Project Cars 2. Kleine stap omhoog. Het gevoel op een wegdek, dat is fantastisch. Het gevoel, je voelt elk hobbeltje, je voelt elk kuiltje, je voelt elke plas, elke curb. Die krijg je perfect gecommuniceerd ook door je stuur via Force Feedback. Dat is echt heel erg goed gedaan.
je hebt het hier niet kunnen zien, want ik moet onder hele strikte omstandigheden mag ik beelden capturen. Dit was Silverstone, 5 rondjes in deze auto, bij deze weersomstandigheden. Maar veranderende weersomstandigheden spelen een hele grote rol in Project Cars 3. Dat is zeker nog iets wat we gaan checken later. Die hou je dus nog van mij te goed. Ik mag die nog niet capturen helaas. Dat gebeurt heel erg veel en daar zal je op aan moeten passen als coureur. Dat is in ieder geval heel erg vet gedaan. Je hebt een uitgebreide carrière modus. Een heel breed scala aan auto's. Echt van allerlei klasses. Dat is iets wat Project Cars altijd heeft gekend en heel erg vet is. Heel erg veel verschillende circuits. Een career mode die je enerzijds een beetje aan Forza Motorsport doet denken. Anderzijds een beetje aan Horizon doet denken. Maar ook een beetje aan de klassieke Gran Turismo carrière. Ik moet daar nog veel meer uren stoppen, wil ik daar echt een mening over vormen. Maar het zit er allemaal in. Je auto kopen, customizen, vervolgens tunen, verschillende events rijden. Ook weer in verschillende klasses opgebroken. Invitational events, challenges, noem het allemaal maar op. Daar komen we later weer op terug, mochten we een echte review versie hebben. Dit is een preview versie. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Dit is Project Cars 3. Er is nog flink wat werk aan de winkel, maar het geraamte staat en dat is ijzersterk. Ik hoop dan ook dat Project Cars 3 gewoon bij release makkelijk de concurrentie aan kan gaan met de Forza Motorsport en de Gran Turismo Sport. Ik zie dat namelijk wel gebeuren. Ik hou het hierbij voor gezien. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Later!